Lil Kleine die doet flink wat stof opwaaien in de nieuwste aflevering van Jachtseizoen. In de online serie die wekelijks door miljoenen mensen wordt bekeken, lapt de rapper niet alleen de spelregels, maar ook de verkeersregels aan zijn laars. Ja, als ik niet mijn rijwijs kwijtraak, dan kunnen we wel gewoon een boetetje pakken. En mensen weten, ik eet boetes als ontbijt. Jezus, tyfus, Jan. Nee, het is met geld kun je heel veel regelen. Ik heb gewoon mensen betaald en ik zeg regelen het voor me. Houdt hij zich überhaupt aan de regels dat hij maar twee voertuigen heeft? Nee, natuurlijk niet. Hij heeft scheid en alles. Te hard rijden en rechts inhalen. Daar draait Lil Kleine zijn hand niet voor om. Ze weten niet dat ik 200 rij waar je 30 mag. John de Mol, die pakt toch alle boetes. Ik denk dat deze jongens alle regels aan verlaat slaan. En wanneer het Lil Kleine echt heet onder zijn voeten wordt en ze hem bijna pakken... Ja! ...lapt hij letterlijk elke verkeersregel aan zijn laars. Nee, kut, dat kan ik niet maken. Rij, 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 rechtdoor en naar rechts. Snel weg. Kut, kom op, groen. Ja! Ja, en daar lacht Lil Kleine nog, maar het heeft consequenties gehad, want hij is gedisqualificeerd. Ja, hij is gedisqualificeerd, hoewel er binnen 24 uur al bijna 1,5 miljoen mensen hiernaar gekeken hebben. Dus het is wel een succes, zeg maar zeggen. Ik zag jou net ook kijken, Albert. Ja, ja, ik denk toch even kijken wat nou al, wat de fuss is all about, hè? Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het valt me reuze mee. Ik bedoel, natuurlijk wordt er een beetje gecoquetteerd van, kijk, Lil Kleine is een stoute jongen zijn en zo. Inderdaad, nou, het lijkt erop dat hij af en toe de verkeersregels behoorlijk overtreedt. Maar het is ook wel ontzettend leuk om naar te kijken, eerlijk gezegd. En ze nemen hem ook niet voor niks natuurlijk voor zo'n programma. Nee, daarom. Ja. Nou, maar moeder, wat vind jij ervan? Ja, nou, precies. Ik wou er wel even op in. Nou, ik heb het eventjes nog met de jongste erover gehad. Die, ja. Ze kijken dit, ze vinden het ook hartstikke leuk om te en kijken. En die is hoe oud dan ook? 11. En die zei vooral, ja, wat ik gewoon niet begrijp... is dat hij dan gewoon sowieso dit allemaal doet... maar dan niet voor de winst gaat. Want het uiteindelijk moet je zo ver mogelijk bij hun vandaan zijn... als het überhaupt al redt 4 uur. Ja. Dus ze zeggen, heb je alles gedaan? En dan voor niet, ja. Dus dat was vooral het gedeelte wat ze niet zeiden. Nou ja, wat op zich... Kijk, je kunt twee dingen denken. Het kan een opzetje zijn, dat stuk tv dacht... nou, hoe gaan we een beetje leuke publiciteit maken? Dat kan op deze manier. En Lil Kleine is natuurlijk een beetje the man you love to hate. Weet je, als je het is een ettertje. Het is een patjepeertje. Ja. Het is een patjepeer en daar koketteert hij mee. Want hij koopt relaties en zo, wat helemaal niet mag. En dan gaan we de helikopter doen. Nederland en je hoort heen. Hem zeggen, I eat boetes for breakfast. Boetes voor het ontbijt, weet je wel. Ja. Dus je moet met een flink korrel zout nemen. Maar ik denk oprecht wel, wat jij net zegt, dat ze bij Stuk TV toch geschrokken zijn van alle reacties. Want hè, hun doelgroep vindt dit eigenlijk helemaal niet leuk. En ze dachten volgens mij, we hebben een ontzettend leuke uitzending gemaakt. Daar gaat iedereen naar kijken. Nou, dat hebben mensen ook massaal gedaan. Maar vervolgens blijkt toch dat de mensen het spel zo serieus nemen. Ze denken, ja, wacht eens even. Als je inderdaad, hè, weet je, mag maar, je moet iedere keer eens in de 20 minuten een ander voertuig gaan zitten. Ja, je mag maar twee voorbereiden. Mensen mag je vragen om je te helpen. Hij houdt zich aan geen enkele regel. Hij heeft 38 ingehuurd volgens mij. Half Amsterdam. Maar dat stukje is natuurlijk heel grappig. Dat hij denkt, joh, al die regels. Maar ik bedoel... Door rood rijden is niet meer grappig. En zeggen dat je 200 rijdt. Ik denk dat het dan misschien 160 is. Maar dan nog steeds. Dat vind ik wel. En dat, ik denk dat ze daar echt wel iets beter aan hun doelgroep kunnen denken. En ook Veilig Verkeer Nederland is niet blij met die beelden. Nee, snap ik. Ik vind het jammer dat hij dit gedrag laat zien aan zoveel van zijn volgers. En ik kan me niet voorstellen dat al die volgers dat cool vinden. Je ziet dat hij natuurlijk aan de rechterkant inhaalt, dat hij door rood gaat. En dat is gewoon gevaarlijk. Dat zijn dingen die gewoon niet kunnen. Zeker als je een verantwoordelijkheid hebt als publiek persoon, als rolmodel. Je hebt veel volgers. Ja, dan moet je dit gewoon niet doen. Dat moet je ook zelf beseffen. Maar ik denk niet alleen dat hij het zich moet beseffen, maar ook de redactie van dit programma. Albert, ik hoor jou net twee dingen zeggen. Het kunnen twee dingen zijn, waarvan één dat Stuk TV dit heeft opgezet. Want Lil Kleine is rebels. Maar zou Stuk TV dan ook de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen? Nou ja, dat hebben ze gedaan door hem te disqualificeren, door eigenlijk te zeggen. Want dat is natuurlijk wel waar. Aan de ene kant zeggen jongens, dit mag dus niet. Hè? Ja. Dat zeggen ze feitelijk. En, ja, en zeker als je zo van dit spel houdt, als al die kijkers doen, denk je, oh, nou, dit mag dus echt niet. Dus dan heeft maar ze hebben dat gedaan toen negatieve reacties kwamen. Hadden ze dat niet op voorhand al niet nou ja, te posten? Maar, dit werkt eigenlijk veel beter. Want ik denk ook dat dit een soort les moet zijn naar iedereen die aan het spel meedoet. Dat je weet dat je niet zomaar ongestraft alle regels kunt tarten. Snap je? Dus, want anders zou nu iedereen, stel dat Guido, wat toen een snelheidsduivel. Absoluut. He, dat hij dit spel mee mag doen. En dat hij vervolgens denkt, nou, als hij 200 km per uur mag rijden, mag ik het ook. Dus we hebben nog ook even Bram Moskowitz gevraagd. Hè, want, die overigens ook van heel hard rijden haalt. Wel op het circuit, hè? Maar we konden nog net een telefoon krijgen. maar die zegt ook, want ik zeg, kun je nou op bestraft worden? Als de politie dit opvraagt, gaan zitten kijken en zegt, hé, jij reed veel te hard daar. Hij zegt, je weet niet of die zo hard reed. Je weet niet of het gemonteerd is. Nee. Je weet het gewoon eigenlijk niet. Je kunt het niet bewijzen. Nou, laten we dan een keer van die
positieve kant uitgaat. Dat er inderdaad misschien een beetje trucage geweest is. Ik had het leuk gevonden als ze dan aan het eind van die uitzending dat gelijk hadden opgenomen, zijn reactie hadden opgenomen, dat hij daar al gediscolliseerd zou zijn. Er zit ook een dikke joint in de auto te roken en zo. Ja, niet tijdens het rijden, dat ook niet. Maar dat had ik nou echt leuk gevonden. Ja, helaas is dat niet gebeurd, want hij is dus echt pas later gediscolliseerd. Ja. Maar goed, linksom of rechtsom, er hebben weer heel veel mensen naar gekeken. En ik denk, dat gaat maar door ook, want na vanavond ook. En het is echt waar, moet ik... Er zijn twee dingen die nog gewoon veel zeggen. Ja. Eén is dat het hartstikke leuk is. Echt een topprogramma. Dus allemaal kijken. En zeker als het op tv gaat komen, leuk. En wat ik leuk vind, vind ik toch even zeggen. Er worden zoveel tv-programma's uitgezonden. Waar heel veel mensen aan werken. Waar je nooit meer een aftiteling bij ziet. Met dit programma wordt iedereen, redactie, cameramensen even in beeld getoond. Old school. Daar kan de echte tv wat van leren. Fijn, leuk.